Huurders worden minder bedreigd en geïntimideerd door hun huurbazen. Dat denkt wethouder Roeland van der Schaaf na de invoering, 2 jaar geleden, van het vergunningstelsel voor verhuurders. De gemeente kan malafide verhuurders met het vergunningstelsel aanpakken. Dit na veel klachten. De gemeente Groningen is de eerste gemeente met verhuurdersvergunningen. Er zijn er nu zo'n 6.000 verleend. We zijn nu 2 jaar onderweg. Het eerste jaar zijn we vooral bezig geweest om alles in te regelen. Er zijn meer dan 5.000 vergunningen verleend in Groningen. Nou, en op basis van het eerste jaar dat we echt effectief zijn, dan constateren wij een paar dingen. Dat aan de ene kant dat we toch wel een soort van preventieve werking zien. Aan de ene kant zien we meer meldingen, hè, ook omdat wij natuurlijk het meldpunt hebben. Maar aan de andere kant zien we wel dat de aard van die meldingen verandert. En we horen veel minder klachten over intimidatie en wel weer wat meer klachten over te hoge huren. Dus we denken dat er een preventieve werking vooruit gaat. Maar ja, dat is wel wat te kort om dat nu al te zeggen. De zwaarste sanctie die de gemeente een verhuurder kan opleggen is het intrekken van de vergunning. En dat is nog nooit gebeurd. We zijn nu 2 jaar onderweg met die vergunning. Dat betekent dat we alle zaken die we hebben, die moeten we nu als het ware opnieuw opbouwen. Je mag geen gegevens van voor die periode gebruiken om iemand te bestraffen of te beboeten. Dat betekent dat we opnieuw aan het opbouwen zijn. Voorlopig hebben we nog niet een verhuurdersvergunning hoeven in te trekken. Maar ja, dat kan natuurlijk wel een keer gebeuren. En wij merken wel dat verhuurders toch denken, in die situatie wil ik niet belanden. Dus we hopen dat het blijvend effect heeft. De wethouder hoopt nog op aanvullende regelgeving uit Den Haag. Het deel wat wij van de klachten krijgen is natuurlijk voor een deel nog wel het topje van de ijsberg. Ik denk dat daaronder nog heel veel zit. Dus er moet nog veel en veel meer gebeuren dan alleen maar onze verhuurdersvergunning die wij in Groningen als eerste in Nederland hebben om dit voor elkaar te krijgen. En ik zou dus ook echt een oproep willen doen aan de partijen die zometeen gaan onderhandelen over een nieuwe regering. Zorg er nou voor dat die huurder in die particuliere huursector veel beter wordt beschermd. Zorg dat er een wettelijk kader komt voor de verhuurdersvergunning die wij in Groningen al hebben. Zorg ook dat de huurprijsstijging in de particuliere sector blijvend wordt beschermd. En zorg er ook voor dat wij als gemeente middelen in hand hebben om ook particuliere verhuurders te dwingen zich te houden aan ons lokale volkshuisvestingsbeleid.